Yo guys van Game & Max, vandaag weer een nieuwe Mindtopia video. En vandaag zijn we in Industrial Mensen. Waar we meteen gaan mee beginnen is, vandaag ga ik de boot laten zien van mij. Ik heb een boot laten plaatsen. Verdere info zo meteen daarvoor. Ten eerste, ja, wat jullie meteen opvalt altijd. Ik heb weer kapot veel geld erbij. Echt gewoon veel geld erbij. Afgelopen stockmarket heb ik 1,6 miljoen winst gemaakt, mensen. Dat is... Ik had 4 miljoen euro ingezet volgens mij en ik had 1,6 miljoen winst. Dat was echt ongelooflijk, de meeste winst ooit gewoon. Volgens mij ook van de stockmarkt zelf. Dat vond ik echt nice. Ik ga denk niet meer zoveel met stockmarkt inzetten, omdat ik het, ja... deze week heb ik geen goede optie gevonden dat ik denk dat het gaat stijgen. Dus ik denk dat ik deze week oversla, maar ik moet nog gaan kijken. En ondertussen zijn we in Discord eigenlijk lang niet meer geweest. Intussen is er een... kijk, deze Gapple Place kijkt. Nou, daar komt gelijk in de video, dus mooi, shout-out naar jou. Hier is de veiling gekomen. Dus als je iets wil laten veilen, dan moet je eventjes hierheen komen. En Nou, dit is dus het winkelcentrum. Ja, ondertussen hoorden jullie iemand met echo. Sorry, dat was ik niet, maar... Dit is de veiling, die kan je de spullen brengen, maar... Ik heb ook een boot laten plaatsen, mensen. Ik heb een boot laten plaatsen. Die heb ik in Industrial laten plaatsen. Puur omdat ik echt gewoon het goedkoopste wou. En dat vond ik leuk, want ik doe het eigenlijk puur voor het level. Ik heb die boot dus eigenlijk gewoon puur voor het level. En daar ga ik zo meer over vertellen, over die boot. Wat jullie daarmee kunnen krijgen. Nou, even naar de boot toe lopen. De boot ligt in de haven, daar zie je hem al. Ik weet niet of jullie de cruiser kennen. Dezelfde boot als Duffy 13. Duffy 13 heeft ook deze boot. Precies dezelfde. Nou kijk, dit is de boot. Zo ziet hij er van buiten uit. En hier kan je erin opspringen. Hoppa. En er zijn nog wat andere mensen op de boot. Nou, gegroet jongens. Kevin en Danny zijn er ook. Hoi Max. Hoi. Ja, we waren hier van het rondkijken op de boot. Ah, nou ja, een mooie boot hè? Ja, heb ik misschien de sleutel, want ik probeerde hem al te starten. Schut. Ja, lukte niet echt. Nee, de sleutel die wil ik ook kwijt. Dus hij kan niet meer varen ineens. Ik snap het ook niet. Ik dacht, dan gaan we lekker een rondje varen, maar ja. Ja, maar valt hier weinig te varen hè? Dat zit er niet in dus. Maar Danny, jij bent echt de nieuwe local burgemeester als het goed is? Ja, ik ben inderdaad de nieuwe local burgemeester van Industrial. Oké. En jij ligt met jouw boot in onze mooie gemeente. Ja, zeer mooie haven ook, moet ik zeggen. Ja, nou, dank je. De boot ligt er mooi bij, Max. Het is een mooi bootje. Wat voor boot is het? De cruiser. Een cruiser, wow. Oh, en ik val eraf. Ik zou hem er even een rondje mee, want ik vind hem best wel vet uitzien. Ja, hij is ook vet. Hij kostte me best veel geld, maar ja. In principe, hij is het niet. Hij is tijdelijk van mij, want ik ga hem weggeven binnenkort. Dus dat is ook voor de kijkers. Ik ga weggeven, mensen. Als ik mijn level 6 heb ik nu. Als hij naar 8 is, dan ga ik deze boot weggeven. Dus, zodra ik level 8 heb, ga ik deze boot weggeven, mensen. Dus een giveaway voor jullie als kijkers. Dus hou het kanaal zeker in de gaten. En willen jullie nou echt dat ik deze boot sneller ga weggeven? Dat ik hem gewoon direct ga weggeven? Laat even een like achter. Dan weet ik of jullie hem echt graag willen hebben. En laat even een reactie achter. En het is niet dat ik hem meteen ga weggeven nu, maar dan weet ik in ieder geval dat jullie hem willen. En dan ga ik hem binnenkort weggeven wanneer ik mijn level heb. Ik heb mijn levelcheck aangevraagd, dus ik hoop dat ik nu een level krijg. Ik heb dit is mijn time. Ik denk dat het net genoeg is voor 7, hoop ik. Nou ja, trouwens, dit is de onderste kamer van de dingen. Je hebt wat chesten, wat armorstand en een bed waar je kan in. Nee. Ja, je kan erin, check. Nu ben ik aan het slapen, mensen. Fucking grappig. Nou ja, we gaan er weer uit. Ja, vertel. Je hebt wel een mooi standbeeld op je boot staan. Ah, zo'n standbeeld. Ja, moet je maar kijken. Je ziet hier een standbeeld op je boot, maat. Kijk maar hierboven, hierboven je. Oh nee, die ga ik er lekker af laten halen. Nee. Wat een lelijk standbeeld is dit, toch? Nou ja. Zeer mooie boters, mensen. Nou ja, dit was eigenlijk wat ik jullie wou laten zien vandaag, mensen. De nieuwe boot van mij, de cruiser. Die kunnen jullie dus binnenkort gaan winnen. Gewoon gratis en voor niks. Het enige wat je hoeft te doen is even het kanaal in de gaten te houden. Dus handig is als je abonneert. En dan zie je vanzelf al een keertje een video verschijnen. Het zal niet binnen een week zijn, maar misschien binnen een maand. Dus ja, dan weten jullie dat. En dan bedankt jullie voor het kijken. Doe een like en tot de volgende keer.